Zo. Met Harm Oving. Welkom bij het wetenschapscafé van Hoezo, met al het nieuws uit de wereld van de wetenschap. Het speciale onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben zijn de implicaties van de exportbeperkingen door China van een aantal grondstoffen die noodzakelijk zijn voor onze allermodernste en nieuwste technologieën. En dat zijn ook vaak technologieën waarmee wij energie proberen te besparen of afzien te komen van de olie. Dat zijn allemaal grondstoffen die voornamelijk door China worden geleverd. En dat willen ze dus nou niet meer doen. Als altijd zit hier om tafel het journalistenforum met vandaag Sanne Deurlo en Anouk Vrouwen en Maarten Keulemans, alle drie zeer geverseerd in de wereld van de wetenschap. Hoezo? De snelste koerier van wetenschapsnieuws. Kijk op www.hoezoradio.nl. Aan de telefoon is zometeen Jaco Koroshi. Hij is van The Hague Center of Strategic Studies, ook wel de Denktank Nationale Veiligheid genoemd. Met hem praten we over de implicaties van de strenge exportbeperking die China heeft ingesteld op de uitvoer van zeldzame aardmaterialen. En dat zijn grondstoffen als, en dan moet je toch even opletten, grondstoffen als lantaan, neodymium, molybdeen, dysprosium, etcetera, etcetera. Er zijn ook een aantal eenvoudig als koper en uranium. Maar goed, dit zijn de moeilijke jongens. Materialen die nog weinig bekend zijn bij het grote publiek. Ook nog maar kort geleden bekend zijn geraakt bij het grote publiek. Maar essentieel zijn in onze moderne technologie. De Denktank bracht onlangs een rapport uit met als titel Schaarste en de noodzaak van regie en handelingsperspectief. Maar ik wou eerst even, nog een mededeling. Vandaag maakte het NWO bekend, dat is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, dat zij 8 miljoen euro hebben uitgetrokken om onderzoek naar oplossingen voor het tekort van deze materialen te entameren. Het geld is bedoeld voor multidisciplinair onderzoek, als u zelf zou willen inschrijven. En dat richt zich op recycling, alternatieve materialen, gedragsbeïnvloeding en logistiek. Dus 8 miljoen euro ligt daarvoor klaar. Maarten, ik wou aan jou vragen, en jij bent daar uniek voor geschikt, want in NWT, Natuurwetenschap en Techniek van deze maand, staat het omslagartikel. Staat een omslagartikel juist over deze zeldzame aardmaterialen. Kan jij ons even inleiden in de technische kant van die materialen? Ja, nou ja, de technische kant is eigenlijk heel simpel. Je zou eerst zeggen van dingen als praseodymium, dysprosium en terbium. Het zijn toverwoorden. Waar zit dat in godsnaam? Het grappige is dat deze materialen die worden in heel kleine hoeveelheden spelen die een heel belangrijke rol in allerlei duurzame technieken. En dan moet je dus denken aan magneten die worden gebruikt in windmolens en in elektrische auto's. Je moet denken aan het koper wat nodig is om ondergronds CO2-opslag mogelijk te maken. Er zijn allerlei duurzame technieken in opkomst. En daar zetten wij volop op in waar je dit soort spullen voor nodig hebt. En dat is toch wel heel vervelend. Het zijn allemaal maar hele kleine beetjes die je nodig hebt. Maar ja, als je bijvoorbeeld ineens heel veel windmolens wil neerzetten, dan kom je dus wel uit op tekorten. En het grappige is dat bijvoorbeeld, die windmolens vind ik zelf een erg mooi voorbeeld. De sterkste permanente magneet op dit moment, dat is een neodymium ijzerboormagneet. En dat is ook theoretisch de sterkst mogelijke permanente magneet. Dus je hebt echt het neodymium heb je ervoor nodig. Een heel klein snufje ervan heb je maar nodig. Alleen, je hebt het dus wel nodig. Mm-hmm. En het vervelende is dat neodymium, de huidige wereldproductie, die bedraagt nog niet 0,5% van wat je nodig zou hebben om al die windmolens op te tuigen waarvan op dit moment sprake is wereldwijd. Dus investeren in windtechnologie heeft geen zin zolang je niet je verzekerd weet van voldoende van dat materiaal. Precies, op een gegeven moment loop je tegen deze grens aan. En dat is toch wel een behoorlijke hobbel. Zeker omdat je moet bedenken, kijk, dit zijn geen dingen zoals olie of ijzer waar echt speciale mijnen voor bestaan. Dit zijn producten die vaak als bijproduct van een al bestaande mijn eventjes in een apart emmertje bij wijze van spreken worden ingezameld. Weten we wel waar het allemaal ligt? Want ik weet dat China heeft de grootste voorraden die bekend zijn op dit moment. Maar is het over de rest van de wereld ook te krijgen? Het zit op diverse plekken. Alleen een van de problemen is dat je zult het eerst moeten gaan opzoeken en gaan opgraven. En dat is een operatie die niet alleen heel veel tijd kost, maar die ook ontzettend veel geld kost. En het is zeer de vraag of dat gaat lukken. Het is natuurlijk op één plek op deze wereld overal. Namelijk het zit in al onze afvalbergen. Want al onze afvalbergen bevatten al ontzettend veel van die nieuwe techniek dingen. En dat is volgens mij een van die dingen waar die NWO-subsidie ook naartoe zou moeten gaan. En volgens mij zich ook op richt. Is het feit dat je een soort mining gaat doen in die afvalbergen. Zodat je echt die stoffen er weer uithaalt en opnieuw kan gebruiken. Maar begrijp ik jou nou goed? Je noemt hier aantallen van die stof. Is het nou sowieso te weinig? Of is het nu te weinig omdat China even
de hand op de knip houdt. Zeg. Nee, het tekort waar het eigenlijk om gaat is gewoon een productietekort. Dus dit spul wordt gewoon wereldwijd te weinig geproduceerd op dit moment. Omdat het gewoon een vrij obscuur materiaal is. Maar als de vraag groter wordt, dan wordt het ook sneller. Dan gaan we het wel zoeken en vinden en naar boven halen. Ja, toch? Kortom, er is geen probleem volgens jou. Maar ik heb nou aan de telefoon Jaco Koroshi van wat ik net zei, dat The Hague Center of Strategic Studies. Zij hebben een rapport uitgebracht over dit probleem. Goedenavond. Goedenavond. En de titel van dat rapport is Schaarste en de noodzaak van regie en handelingsperspectief. Nou heb ik wel begrepen uit lezing van dat rapport. Schaarste definieert u op een specifieke manier. En misschien minder zoals je zou zeggen, er is schaarste aan suiker in de keuken, we moeten suiker kopen. Maar schaarste betekent wat anders in dit verband. Nou, het gaat in het rapport natuurlijk vooral over schaarste in de algemene zin. Daar gaat het dus niet alleen maar over zeldzame aardmetalen, maar ook al zo'n dingen. Andere natuurlijke hulpbronnen als water of voedsel, olie, energie. Het is belangrijk om te begrijpen dat schaarste is geen absoluut begrip. Dus mensen denken vaak, er zit ergens een berg van die natuurlijke hulpbronnen. En nou, daarvan verbruiken we elk jaar iets. En op een bepaald moment is het op. En dan leest u soms cijfers in de kranten. Nou, over 20 jaar hebben wij dit of dit materiaal niet meer ter beschikking. Dat is natuurlijk niet zo, omdat, zoals eerder al is gezegd worden, vinden wij steeds nieuwe dingen in de grond. En als we cijfers lezen over, we hebben nog 20 jaar reserves ter beschikking, dan betekent dat, nou, we weten op dit moment waar nog voor 20 jaar materialen te vinden zijn. En dan moeten we verder zoeken en dan vinden we meestal ook weer nieuwe materialen. Dus zo is het altijd in het geleden geweest. En wij gaan zeker ervan uit dat het ook in de volgende decennia nog zo gaat zijn. Dus dat is het probleem niet. Maar er heerst toch schaarste op de wereldmarkt, omdat dat China gewoon de productie niet wil exporteren. Nou, op dit moment heersen dus hoge prijzen en dat is inderdaad een vorm van schaarste. China wil graag exporteren, maar niet het rauwe spul. Ze willen liever gewoon permanente magnetes of nog liever zelfs hybride auto's of windmolens gaan exporteren. Dus ja, er zijn geen handelsbelemmeringen of dat soort high-tech producten gelegd, maar vooral op op dat rauwe spul zelf. En komt dan hier, want u moet zeggen, uw instituut is het Denktank Nationale Veiligheid, komt hier het probleem nationale veiligheid om de hoek? Wat is de bedreiging voor Nederland van dit soort handelingen? Nou, wij zijn ook de voorzitter van de Denktank Nationale Veiligheid. Dat is, maar dat is een overheidsbrede, effort, zou ik maar zo zeggen. Mm-hmm. Dat Den Haag Centrum voor Strategische Studies kijkt ook naar zo'n vraagstukken. Het is ook een nationaal veiligheidsprobleem, omdat het natuurlijk ook om vraag van leveringszekerheid gaat. En als China nu bijvoorbeeld deze dingen exporteert, maar niet het rauwe spul, dan betekent dat ook dat de waardevolle high-tech industrieën en de werkplekken die daar aan verbonden zijn in China zitten en niet meer hier in Europa. Maar die zitten toch bijna allemaal inmiddels al in China? Nou, meer en meer, maar dat is natuurlijk een proces die verder loopt. En het is ook zo dat Chinese bedrijven dan op een bepaald moment concurrentievoordeel kunnen krijgen omdat ze goedkoper of überhaupt aan die materialen komen en de Europese industrie dus niet meer. Want ik las ook van, geloof ik gisteren in de krant, over de Chinese industrie. Die hebben dus die moderne hoogtechnologische industrie waar die ingewikkelde telefoons van tegenwoordig en die muziekspelers en ook elektrische auto's vandaan komen. Die hebben meerdere concurrentievoordelen. Namelijk het maandsalaris van de Chinese arbeider die in zo'n fabriek werkt is iets van €170 in de maand. €170. En ze hebben al die, dit soort materialen ter beschikking. Want zij zijn de enigen die daar nog mijnen voor over hebben staan. Ik kan aan de ene kant zeggen, ze hebben allerlei concurrentievoordelen. Niet alleen deze. Hoe dat dit er bovenop komt, is dan toch niet zo erg? Nou, dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, de Chinezen hebben systematisch daarop ingezet op gebieden zoals groene energie. Veel geld, tijd en werk geïnvesteerd om daar wereldwijd ook concurrentiekracht te creëren. Maar het is natuurlijk wel zo als zij nu bedrijven bijvoorbeeld dwingen om
of naar China te gaan of de grondstoffen relatief duur in te kopen, dat uiteindelijk wel daartoe kan leiden dat de concurrentievoordelen groter worden. En misschien ook zeker in dat soort high-tech industrieën, waar de loonkosten niet een groot deel van de kosten zijn. Mag ik iets vragen? Hoe komt het eigenlijk dat het juist in China... Is het alleen omdat het zo'n groot land is met zulke grote gebieden dat het vooral daar zit? Of is het echt... Nee, een deel daarvan is gewoon toeval. Zoals olie in het Midden-Oosten zitten grote reserves aan zeldzame aardmetalen in China. Maar ten tweede hebben de Chinezen ook heel systematisch daarop ingezet. Al sinds 20 jaar zijn ze, 30 jaar bijna, zijn ze bezig om deze industrie op te bouwen. En hebben daarbij ook geen moeite gehad met milieuvervuiling en problemen voor de zekerheid van werknemers en dat soort dingen. Oké, want het zijn manieren van mijnen waarbij je heel erg veel milieuvervuiling ook oplevert. Ja, dat is een van de milieuvervuilendste aard van mijnen überhaupt. Dus, maar ik wou vragen, wat moet nou het antwoord dan zijn van de westerse industrie, zal ik maar zeggen, om niet gewoon kapot geconcurreerd te worden of zelfs gewoon te worden overgenomen en naar China te worden gebracht? Wat moeten we doen? Moeten overheden iets gaan doen? Ja, nou, ze doen al iets. Het is zeker in landen zoals Japan of de VS, maar ook in Europa wordt er hard over nagedacht hoe een antwoord kan uitzien. Dat heeft natuurlijk veel met onderhandelingen met China te maken, maar vooral ook systematisch zelf weer gaan investeren en die mijnen weer heropenen die dus gesloten zijn in de jaren 90. En dat spul weer zelf produceren. Dus we moeten gewoon eigenlijk, het gemak waarmee we alles hebben weggeschoven, wij moeten gewoon zelf weer aan het werk. Maarten Keulemans wil ook wat vragen. Ja, NWO die trekt nu die 8 miljoen uit als een startsubsidie om dit probleem aan te pakken. Wat denkt u daarvan? Helpt dat? Ja, zeker. Ik bedoel, substitutie is vaak in de geschiedenis een hulpbron geweest. Bijvoorbeeld als we nu naar de windmolens kijken, zijn die meest efficiënte windmolens die gebruiken wel dat neodymium en relatief grote hoeveelheden. Maar het is wel zo dat het is ook mogelijk is om windmolens te bouwen die geen permanente magneten gebruiken überhaupt. Maar die zijn nou een stuk minder efficiënt, maar met goed onderzoek laat zich dat het probleem misschien ook oplossen. Verder laat zich dat spul ook recyclen, dan is er ook weer minder nodig. En meer zuinig materiaalgebruik zouden ook kunnen helpen. En daarvoor is onderzoek en wetenschap gewoon nodig. Die recycling daar wil ik trouwens inderdaad wat over vragen. Want dat een van de mensen van TNO die legt in ons artikel uit dat het eigenlijk nog wel een probleem is. Omdat allerlei onderdelen waarin die zeldzame aardmetalen zitten, die worden steeds kleiner. En daardoor zal het steeds duurder worden om die dingen te recyclen. Hoe denkt u daarover? Nou, bij zeldzame aardmetalen in specifiek is het zo dat nog niet een methode bestaat om het echt kostefficiënt te recyclen. En dat die kleine hoeveelheden, dat is natuurlijk het probleem. Maar we hebben soortgelijke problemen ook bij andere metalen die in een heel kleine hoeveelheden worden gebruikt in de mobieltjes. En op dit moment zijn bijvoorbeeld de Japanners heel hard daarmee bezig om methodes te ontwikkelen om daar dat waardevolle materiaal weer uit deze high-tech toestellen te halen. Conclusie is, we moeten gewoon aan het werk. Dat klopt. Dat is altijd mooi, want om werk zitten we nou verlegen in deze slechte economie. Ik wil u heel erg hartelijk bedanken voor dit gesprek. Jaco Koroshi van het The Hague Center for Strategic Study. Muziek. Dat is ook in Nederlands zoals het Haag Centrum voor Strategische Studies bekend. Oh ja, maar ik heb hier het rapport in het Nederlands voor me liggen en daar staat het toch helemaal nog gewoon in het Engels cool. op. Ja. Dat is onze logo. Okay. Maar toch bedankt. Bedankt, dag.